Hoi en super leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is dinsdag en ik ben eens wakker en ik voel me best wel oké. Want gisteren was ik dus echt vet ziek, dus daarom heb ik gisteren niet gevlogd. En toen werd ik ook echt gewoon wakker met alles zat vol. Nou ja, eigenlijk gewoon heel erg grieperig vooral en heel zwaar verkouden. Maar dat kan ook echt irritant zijn. Inmiddels gaat het wel wat beter. Gisteren heeft Patrick echt heel veel keelsnoepjes voor me gehaald. En een tissue doos die staat hier ook. Kijk, naast het bed. Maar vandaag gaan we er wel weer vol tegenaan. Ik heb wel uitgeslapen, want slaap helpt toch altijd wel heel erg goed als je je zo lekker voelt. Gisteren kreeg ik trouwens wel echt vet stom nieuws. Want ik had via Ticketswap dus eerste rangs kaartjes gekocht voor Shawn Mendes. En ik had ook een vierde rangs. Maar doordat ik die eerste rangs had, had ik die vierde rangs verkocht. En toen kreeg ik dus gisteren mail van Ticketswap dat mijn eerste rangs kaartjes niet geldig zijn ofzo. Dus waarschijnlijk heeft iemand er nep tickets opgezet. Maar dan denk ik echt, waarom controleert Ticketswap dat niet van tevoren? Er zal wel een reden voor zijn hoor, maar... Dus nu heb ik geen kaartjes meer. En dat is echt balen, want het is over iets meer dan een week. En al die kaarten, als er dan twee beschikbaar zijn en je klikt op die notificatie, dan zijn ze gewoon meteen weg. Want er zijn echt een paar duizend mensen op zoek naar tickets. Dus ik hoop heel erg dat het nog goed komt. Ik ga zo douchen en omdat ik er de laatste tijd best wel veel vragen over kreeg, dit is de shampoo die ik gebruik. En dan per drie keer dat ik mijn haar was of zo, doe ik dit haarmasker erin. Die vind ik ook heel erg fijn. En ik zal straks ook nog wel even laten zien hoe ik het in model vind. Ik heb namelijk een nieuwe haarroutine en ik vind hem echt heel erg fijn, want het duurt echt heel erg lang voordat mijn haar vet wordt. En daar zit meer volume in en het is gewoon wat sturger en zo. Ik heb gewoon het idee dat ik voor voorlopig echt een fijne routine heb gevonden. Dus dat zal ik zo aan jullie laten zien. Maar ik ga eerst eventjes douchen. Zo, daar zijn we weer. En het eerste wat ik ga doen is mijn haar doorkammen met deze kam van de Body Shop. Die tandjes staan best wel ver uit elkaar. Dus dat is dan wat beter als je nat haar hebt volgens mij. Ik heb geen idee waar ik deze klem ooit vandaan gehaald heb. Maar ik pak even een beetje het bovenste gedeelte van mijn haar. Het is wel echt nog heel erg nat. En dat steek ik dan een beetje zo op. Patrick zei dat hij mijn haar zo leuk vindt zitten. Ik vind dit echt niet mooi. Maar ik ga eerst even ontbijten en zo. En dan ga ik straks verder met mijn haar. Maar dan kan het alvast een beetje zeg maar omhoog opdrogen voor het volume. Oké, ik heb mijn klem er weer uitgehaald. En zoals je ziet, ja, mijn haar is van zichzelf anders echt plat hoor. Dus als je nu denkt, dit is toch normaal. Het staat gewoon wel al een beetje zo. In ieder geval, wat ik voor mijn haar gebruik. Deze André Lon Big Volume Root Boosting Spray. En dit is dus voor de aanzet van je haar. Oh. En dit spreekt dus gewoon echt dicht bij mijn hoofdhuid. En dan in de lengte van mijn haar doe ik de Big Volume Fun Spray. Dus eigenlijk is het een beetje hetzelfde product. En je moet het ook op dezelfde manier gebruiken. Alleen deze is meer voor je aanzet bedoeld. En deze voor de lengte. Dus ik weet niet of het daadwerkelijk verschil maakt. Of dat ik ook deze gewoon eigenlijk ook zo kan doen op deze. Maar voor nu doe ik het gewoon zo. Dus ik pak eerst de Root Boosting Spray. En ik maak meestal banen in mijn haar. En dan dat het gewoon op verschillende plekken aangebracht zit. Een beetje verdeeld. Nou, mijn haar was natuurlijk al gekamd. Dus dat ga ik zo meteen niet meer doen. Dan pak ik de Fun Spray. En die doe ik dan gewoon zo. Ook overal en nergens. En ik merk gewoon echt heel erg dat ik dus wat meer volume krijg bij mijn aanzet. En dat ook in de lengte mijn haar ietsje stugger wordt. Maar niet mega stug of zo. Je zal het zo wel zien. Ik ga nu in ieder geval mijn haar feunen. Patrick heeft laten deze feun bestaat als kerstpakket en bol.com cadeaukaart. Dit is de Philips Thermo Protect 2100 watt, denk ik. En kijk, hij heeft hier. Ik ga maar gewoon even alles zien. Heeft hij deze stand. En dat is zodat je haar nog medium beschermd is. En dan doe ik hem wel op zijn hardst. Dus qua warmte doe ik hem op zijn middelste stand. En qua, wat is het dan? Hardheid, wind, kracht. Vol. Dus zoals je ziet hang ik echt een beetje met mijn hoofd naar voren als ik feun. En ik kneed echt een beetje de volume en de textuur erin. En ik blijf bewegen met de feun. Ik heb geleerd dat het niet zo goed is om natuurlijk met mega hit op één plek zeg maar te blijven feunen. Dus dat is in ieder geval hoe ik het doe. En het is nog wel een klein beetje nat achterin. Maar ik ga het lekker voor de rest aan de lucht laten opdrogen. En ik ben hier echt mega blij mee. Mocht ik nou denken ik vind het toch te veel krullen. En soms heb ik echt van die verdwaalde krulletjes erin zoals dit. Echt, waar komen deze vandaan? Maar mocht ik nou niet zoveel zin hebben in dat er ook echt een slag in zit, dan ga ik er af en toe nog op een paar plekjes doorheen met mijn steltang. En dit is de Carmen Thermogramic Ion
iets in die richting. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Ik moet vandaag keihard aan school werken. Superleuk. Inmiddels heb ik best wel veel aan school gewerkt en krijg de hele tijd Snapchats en Instagram stories voorbij van mensen die zeggen dat het vet lekker weer is buiten. Dus in plaats van dat ik deze super heerlijke jas altijd draag met mijn sjaal en een trui eronder, heb ik nu een t-shirt aan. Ik ga voor het eerst in 2019 in een t-shirt naar buiten. Dus ik kom trouwens van ASOS. Ik kreeg de vorige week vlog er best wel wat vragen naar. Dus dit is mijn outfit. Ik ga even naar de supermarkt en dan ga ik avondeten halen en een beetje fruit. Ik heb gewoon best wel veel dingetjes nodig, dus dat ga ik eventjes doen. Goedemorgen, zijn we weer. Inmiddels is het woensdag en er werd net echt een vet schattig pakketje bezorgd. En gepersonaliseerde perspakketjes, die raken me altijd echt. Binnenkort is het International Women's Day. Dus ik heb een International Women's Day muesli gehad. Maar kijk even, Leonie muesli staat erop. Vet grappig. En met lijntekeningen hou ik echt van. En dit. Dit zijn de ingrediënten. Ik heb net mijn ontbijt achter me kiezen. En ik denk ook niet dat ik dit voor lunch ga eten. Maar ik ga zeker later in de week deze muesli nog wel eventjes proeven. Want dit zijn wel echt allemaal dingen die ik lekker vind. Ik heb het gewoon opgestuurd gekregen. Maar volgens mij heb ik nog wel iets van een kortingscode of zo. Dus dat zal ik eventjes in de beschrijving zetten. Mocht jij benieuwd zijn naar deze muesli. Of een andere gepersonaliseerde muesli. Met kerst had ik van Patrick deze mega kaars van de Rituals gehad. Maar zoals je kan zien zit er nog best wel wat in. Alleen hij brandt niet meer. Toen kwam ik met het geniale idee om kaarslonten te kopen. En die zijn vandaag binnengekomen. En dan ga ik dit hier uithalen. En dan ga ik dus proberen om dit hierin te gieten en er een nieuwe kaars van te maken. Ik ben benieuwd of dit gaat lukken. Ik dacht dat ze 35 centimeter waren, maar ze zijn 35 millimeter. Nou, dat gaat dus niet lukken. Ik had ook gewoon nog dat potje opgemeten, hè. Om te kijken hoe lang de lont moest zijn. Nou. Maar 35 centimeter is toch ook veel te lang? Ja, nee, maar 20 was net niet of zo. Dit is 20 of zo, hoor. Ja, maar zeg maar, dan moet je dus een langere lont hebben dan dat. Want dan kan je het nog vastmaken en ingewikkeld. Oké, deze middagactiviteit gaat niet door. Perfect. Jij hebt warme handen. Ja, ik heb het ook warm. Lekker. Oh mijn god, de zalm moet in de koelkast. Oh mijn god. We zijn naar de Action geweest en eindelijk in mijn 21, bijna 22-jarig leven ben ik nu in bezit van een plumo. Handig man om dingen af te stoppen. En we hebben deze mandjes zodat we die daar in het kastje kunnen zetten en het hopelijk allemaal wat beter kunnen indelen. Oh, dat is mijn anticonceptie, die hebben we ook opgehaald. En in Action stond zo'n, oh mijn god, troep. Stond zo'n stolp en er stond een nepplantje onder en toen dacht ik, dat is precies wat wij nodig hebben, dus die ga ik daar eventjes inzetten. Ik heb net zelf sushi gemaakt en het gefilmd en het geproefd en die video staat al online voor jullie. Nu ga ik lekker een warme taart doen, want ik heb het een beetje koud. Gewoon mijn pyjama eigenlijk, dus. Zo, en ik ben tegelijkertijd een Instagram Q&A aan het doen. Dat vind ik altijd wel eventjes leuk. Eén keer in dezelfde tijd doe ik dat. Zijn jullie op Instagram ook weer even een beetje up-to-date over mijn persoonlijk leven en allemaal gekke feitjes en bijvoorbeeld wat voor achtergrond ik op mijn telefoon heb ik verteld. En lijkt 8 uur me toch wel een mooi tijdstip om lekker op de bank te kruipen, maar ik weet niet of ik iets ga kijken of dat ik de happiness ga lezen. Dit vind ik trouwens echt een leuk tijdschrift. Oké, ik heb een vlog van Joelle aangezet en ik ga eventjes magnetron popcorn maken. Even kijken, wat is de bovenkant? Oké, ik ga dit eventjes in de magnetron doen. En zoals veel van jullie waarschijnlijk weten, is dat ik een beetje op mijn eten en bewegingen zo aan het letten ben. Shit, welke van moest nou naar boven? Oh. Oké, gevonden. Maar ik zou nu echt het allerliefst een zak chips leeg eten. Echt erg. Maar dat ga ik natuurlijk niet doen. Popcorn is dan toch eventjes een iets gezondere stap. En op andere momenten neem ik gewoon fruit. Maar ik heb echt eventjes zin hierin. Dus dat ga ik gewoon doen. 2 tot 4 minuten in de magnetron. Gaan we. Oké. Volgens mij is het best wel goed gelukt. Oh, dit ruikt echt zo lekker. Goedemorgen. Het kan me altijd echt eventjes goed doen als ik weer een beetje zelfbruiner op doe. Want ik vind het eigenlijk helemaal niet zo erg van mezelf dat ik zo bleek ben. Maar nu is het wel echt een hele lange periode. Nou ja, toevallig. Oké, de laatste dagen was het wel een beetje zonnig. Maar nog niet echt dat je zo vaak naar buiten kan dat je zeg maar een beetje kleurtje krijgt. En ik voel mezelf wel
echt heel wit. Dus ik heb mijn zelfpruiner aangebracht. Alleen eventjes met zo'n handschoentje hier, zeg maar. Ik gebruik altijd de olie van Bondi Sands. Super chill vind ik die. Wat ik nu ga doen trouwens, is mijn video editen die ik gisteren heb opgenomen. Dus ik ga eventjes andere bestanden verwijderen. Zoals mijn vorige week vlog kan er. Inmiddels ben je expert. Ja, dat geloof ik wel. Heel erg last van allergie. Oh shit! Ik moet de was doen al 3 kwartier. Ik heb net echt 20 minuten met mijn vader gebeld. Maar toen had hij het ineens over dat hij de was ging doen. En toen dacht ik, nee, shit, ik had ook de was gereserveerd. Bij een gegrilde wasmachine, mocht ik voor het eerste vlog kijken. Dus die heb ik er even in gedaan. Video is inmiddels ook bewerkt. Daar ben ik echt heel lang mee bezig geweest. Want ik had echt heel veel materiaal. Maar hij is ook best wel lang geworden. En ik vind hem zelf heel leuk. Dus mocht je hem nog niet gezien hebben dat ik zelf sushi maak. Check hem zeker even. Ik zal het linkje in de beschrijving zetten als ik het niet vergeet. Ik moet ook nog eventjes 2 pakketjes versturen. En naar de supermarkt. Maar kijk eventjes dit weer. Oké, de camera doet het echt geen recht aan. Maar het is echt heel grauw. En met dit weer heb ik gewoon nooit zin om de deur uit te gaan. Maar ik zal wel eventjes moeten. Patrick is thuis van werk en I made this. Lekker man. Het allersimpelste ooit. Rijstwok, groente, vlees en teriyaki saus. Super snel klaar. Oeps, hier in de douche. Goedemorgen jongens. Het is een nieuwe maand. Het is 1 maart. Vrijdag 1 maart. En dit nieuws was al een tijdje bekend, maar ik zag het pas gisteren. De Jonas Brothers komen weer bij elkaar. Ze zijn weer bij elkaar. Ze hebben een nieuw liedje uitgebracht. En als je nou denkt, Leo, lekker boeien. Kijk, ik ben nooit echt een fangirl geweest van iets of iemand behalve van de Jonas Brothers. Want toen zat ik echt op de basisschool of zo. En ik vond het super cool, super leuke muziek. En op high zat ik als achternaam Jonas. Dus Leonie Jonas. Dat is hetzelfde als dat je dat nu op Instagram zou doen of zo. Echt stupid. Dat zou ik nu nooit doen. Maar ik vond dat echt super leuk toen. En toen op een gegeven moment maakten ze niet echt meer muziek. Toen gingen ze uit elkaar. Maar het zijn letterlijk broers van elkaar. En nu zijn ze weer samen. Super grappig. Ze hebben een nieuw liedje uitgebracht. Ik vind het oprecht leuk. Ik heb gisteren zelf bijna opgedaan. Maar het is echt veel heftiger dan normaal. Dit is ook wel een klein beetje mislukt. Maar dat mag ik niet drukken. Ik ga vandaag eventjes proberen, of nu eigenlijk, om die ene kaars om te smelten. Gesmolten. Ik zet het vuur even uit, want het komt een beetje erlangs. Dit heb ik ooit een keer volgens mij in een video van hem meegezien. Dat je met eetstokjes dit zo kan doen. En het gaat vast echt heel weinig kaars zijn, maar dat maakt niet uit. Ik vind hem zo lekker ruiken. Ik vind het gewoon zonde anders dat er nog zo'n dikke laag in die grote kaars zat en dat je die niet op kan branden. Er ook echt een vaccinelichtje van kunnen maken. Nou, even serieus. Dit kan je toch wel in een avondje branden. Kijk. En nu wordt dit gewoon, als het goed is aan de lucht, koelt het zeg maar weer af. En dan wordt het gewoon hard. En dan is het gewoon een kaars. Hopen we dan maar. Oh my god, yes. Hij is helemaal uitgehard. We gaan hem even testen. En het is best wel een klein laagje. Maar toch chill. Want het is zonde als je dit niet gebruikt. En het was wel leuk om gewoon een keer zelf een kaars te maken. Inmiddels is het wat later en vandaag is het lekker zo'n dag dat ik niet de deur uit ga. Patrick is inmiddels naar zijn werk trouwens. Kijk een vlog van Anna. En ik ga pasta met zalm maken. Dus dit moet zo eventjes gaan koken. En dan ga ik in deze pan courgette bereiden, zalm. En dan heb ik hier nog spinazie. En doe ik dit er gewoon doorheen als saus. Dus echt mega simpel. 3 keer raden wie zijn vlog nu aanstaat. En de pasta is inmiddels bijna klaar. Kijk, hier is de pasta al. En ik heb nog een heel klein beetje water hierbij gedaan. Want anders was het echt een beetje te dik allemaal. Nou, super simpel. Niet het meest gezonde natuurlijk, dit erbij. Maar wel lekker snel en even lekker. Lekker. Jeetje, snel en lekker.
Yay! Wel grappig trouwens, want ik zeg dat ik eigenlijk bijna nooit haatreacties krijg. En dat is natuurlijk super leuk. Maar ik vergeet altijd dat ik... 1,5 jaar geleden heb ik 3 keer of zo een video geplaatst waarin ik Sims speel. En daar heb ik ook in gezegd van, jongens, ik ben geen pro. Als je gewoon echt een goede gamer wil zien, dan moet je naar een ander kanaal gaan. Maar ik vind het gewoon gezellig. Ik kreeg er echt heel veel leuke reacties op. Tot op de dag van vandaag nog steeds vragen of ik het nog een keer wil filmen. Maar nee, helaas. Maar daar heb ik echt heel veel haatcomments van, je kan niet gamen. Dit is zo saai om naar te kijken. Als je niet kan, waarom doe je het dan? Terwijl, ja... Het was meer zo van, net als de rest van mijn video's, gewoon voor de gezelligheid, weet je wel. En niet omdat ik een supergoeie gamer ben, want dat zou ik denk ik nooit worden. Maar ik heb dus een uitbreiding gekocht. Dus dat ga ik nu spelen. Tot straks. Ik kan niet echt praten, want dan schuift het masker van mijn hoofd af. Maar ik heb even zo'n sheetmasker van de Action opgedaan ook nog. Nee, ik wil zo nog wel een kopje thee. Dank je. Oké. Ik vind veel make-up bij mezelf. Het is altijd stom als ik het eenmaal op heb. Ik had allemaal video's gekeken van Jeffree Star en van James Charles de afgelopen dagen. Toen dacht ik, ik ga ook oogschaduw opdoen. Vet raar trouwens. Ik zou even het oogschaduwpaletje erbij pakken. Ik had deze gebruikt van de Primark. En binnen. Ziet er echt super mooi uit. Maar die glitterkleur... Die tussen die twee andere bruine kleuren, die heb ik op mijn ooglid gedaan. Maar de glitters zijn gewoon echt helemaal weg. Dus dat maakt het al iets minder heftig. Maar ik draag dus echt nooit oogschaduw. En nu heb ik ook nog liquid lipstick op. Dat is het oogschaduwpalet wat ik gebruikt heb. En op mijn lippen heb ik Sleep With Me in Birthday Suit. Maar als ik het dan eenmaal op heb, denk ik echt... Wie is dit? Misschien dat het voor een feestje leuk is of zo. Maar voor overdag, als je zeg maar nooit oogschaduw of iets op je lippen draagt, dan is het echt ineens super, super heftig. En ik vroeg aan Patrick wat ik aan moest doen. Toen zei hij een zwart shirt. Toen gaf ik hem 3 opties en hij koos voor deze. Dus vandaag zijn we een beetje extra voor mijn doen. Vandaag draag ik, net zoals heel vaak, die Game of My Stories. Hey jongens, ik ben weer een keer met jullie. Laat eens waar we zijn, want jullie zien het niet. Nee. Oh, we zijn op vakantie. Oh nee. Oh. We hebben net voor jullie een video opgenomen en die komt binnenkort online. Dus yes. Als je nog niet geabonneerd bent op jullie, moet je het natuurlijk even doen. Maar het was echt leuk, het had met outfits te maken. Ja. En ik film nu even, want waarom eigenlijk? Nou, dit is gewoon mijn weekvlog. Ik kan de stoplicht niet. Nee, kom, we gaan gewoon. Is het dan uit of zo? Maar nu lijk ik zo de vlogging person. Ja, maar ik heb een langere handen. Mijn haar gaat... Is hier iets? Oh, ik vind het een beetje eng. Zullen we die kant op? Ja, we gaan toch sowieso daarheen? Ja, weet ik. Maar, ik wil gewoon kijk even weten dat het inmiddels zondag is. En dat ik weer gezellig met jou ben. En het was echt lang geleden. Ja, veel te lang. Ja. Mijn haar zit lelijk. En je prikt in mijn hoofd. Even cute beelden van Leo met paraplu. Ja, deze heb ik vandaag gekocht bij de Hema. En hij is echt super kut. Hij valt heel moeilijk open. En... Ik ga echt stuk. Dit gaat helemaal niet goed. Je mag gewoon ondermijnen. Wat is dit? Ik weet niet, volgens mij heb ik hier €10 minimaal voor betaald. Echt? Zo veel. Hij was best duur. Ik kan niet meer. Oh, nou, lekker weggegooid geld. Ja, ellende. Laten we snel ergens naar binnen gaan. We zijn nu in de Bijenkorf. En Shawn Mendes is ook in Amsterdam. Leo is echt obsessed. Ja, ik zag net ineens een tweet van dat hij Amsterdam mist. En toen dacht ik ineens, hallo, ik ben hier ook. Maar ik heb dus nog steeds geen tickets, dus dat is wel sad. Dat is echt heel erg, ik ben echt weer 14. Maar oké, nee, ga zo lekker naar huis. Ik vind de kleur, het is... Oh, is dat echt op een andere stand op mijn kamer? Maar kijk met die gare kleuren. Ik wil een foto met je. Maar ik ben normaal echt die detective. Maar bijvoorbeeld als vriendinnen van mij aan het eten zijn met iemand of zo, dan zoek ik gewoon allemaal dingen uit. Als ze denken dat diegene geen Facebook heeft, ik vind ze Facebook. Ik vind zelfs een Facebook als hij geen achternaam heeft, ik vind Facebook. Dat heb ik deze keer hadden. Ja, ik heb ook een keer iemand zijn Insta gevonden.
En dat is echt nog 100 keer zo moeilijk. Ja. Want diegene had ook geen achternaam, zeg maar, ingevuld. En meestal is dan letters met extra letters of zo. Dat is zo moeilijk. En I did it! Yes. Nou, oké, ik ga stoppen met stalken. Ik ga verder met mijn eigen leven. Ik zit zo op Twitter te kijken of een fanaccount zijn locatie tweet. Maar ik vind het gewoon kut dat ik nog geen nieuwe tips heb gezet. Ja. Dat vind ik echt schattig. Meow. Ik doe gratis sound effects. Gratis, zo wel fijn. Ik zal mijn factuur wel achterhouden. Ice cream with marshmallows. Heel lekker. Aanrader. Oh, ik wil die hond filmen, maar dat vind ik een beetje awkward. Maar er zit een hele lieve hond daar. Ja, ze is een groot hondje. Maar ja, we moeten zo al afscheid nemen. Afscheid nemen, we staan. Nee, maar we moeten elkaar wel weer even sneller zien dan de vorige keren. Zeg maar, hier zat echt heel veel tijd tussen. Dat is niet goed. Ja. We moeten elkaar sneller. Te veel tijd. Oké, doei! Inmiddels ben ik weer thuis. En Julia zei net ook al dat ze zich een beetje misselijk voelde. En dat ze dacht dat het kwam door dat de verwarming in de bus dan aanstaat. En ik had dat ook al eens in een vlog gezegd. En ik ben nu ook misselijk. So that's nice. En ik zie op Instagram dat allemaal mensen foto's hebben met Joan. Ik ga nu denk ik eventjes deze vlog bewerken. Ik heb de laatste tijd echt zo geen feeling, zeg maar, hoeveel ik al gefilmd heb. Of ik juist heel veel heb of heel weinig. Ik denk heel vaak dat ik heel weinig heb. En dan is de vlog ineens toch langer dan 25 minuten. Dus ik ga het even editen en dan ga ik even kijken. Oké, dit is hoeveel materiaal ik tot nu toe heb. Dus gewoon bijna 50 minuten. Ho. Ik ga ook nog eventjes beelden van mijn telefoon importeren. Maar alle beelden die ik met mijn camera gefilmd heb zijn bijna 50 minuten. Ik ben heel benieuwd hoeveel er van overblijft. Er zit natuurlijk ook een timelapse tussen. En hier was ik mijn camera vergeten toen ik met mijn vader aan het bellen was. En dat is al bijna 10 minuten. Dus oké, 40 minuten houden we nog over. Dit is een timelapse. Hoe lang zal de vlog worden? Jullie hebben het natuurlijk al lang gezien, maar blijkbaar toch korter dan 25 minuten deze keer. Ik heb deze week echt heel veel thuis gefilmd. En ik heb ook heel veel thuis gezeten deze week. En dat vond ik heerlijk. Ik ben echt zo'n binnenmens. En ik vind het heerlijk om thuis te blijven. In plaats van bijvoorbeeld uitgaan. Ik heb gewoon echt gechilled deze week. Heel veel gedaan. Maar heel veel binnen gezeten. Maar ik hoop dat jullie het alsnog leuk vonden. Dus laat me zeker weten wat je van deze vlog vond. Als je het leuk vond, vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. En dan ga ik morgen gewoon weer een nieuwe weekvlog starten. Dus heel erg bedankt voor het kijken. En hopelijk zie ik je dan terug. Doei doei!